6-1, blamage. Nou ja, uiteindelijk wel. Ik moet zeggen, de eerste 20 minuten hadden we het gewoon echt heel lastig. We werden gewoon overlopen. En dan moet je blij zijn dat het nummer 1-0 is. Nou, dan kom je door een vrije trap, kom je terug in de wedstrijd. Is ook de ruststand 1-1 en dan ga je in de rust, praat je nog dingen door wat we moeten. Ze kwamen uit de startblokken vandaan. Ik denk, nou, dat was 2-1. Ja, dat was ook zo. We starten goed naar rust. Maar ja, een wedstrijd duurt 90 minuten en geen partjes van 5 minuten. Dus ja, ik moet zeggen, ja, we hebben het gewoon niet gebracht vandaag. Zo eerlijk moet je zijn. Tegen een goede ploeg die gewoon beter was. Ik denk dat ze hun kampioen worden. Nou, dat weet ik niet. Ik ken al die ploegen niet. Maar dit is wel een ploeg die mee gaat doen voor de prijzen. Dat is duidelijk, want het is gewoon een goede ploeg. Ah, 6-1 was een beetje gefateerd. Nou, weet ik niet. Kijk, op basis van de ruststand misschien wel. Maar op basis van het spel van hun en van ons is het denk ik gewoon een hele normale uitslag, hoor. 3-1 tegen. Natuurlijk kunnen we zeggen, die 4-1 is buitenspel. En wij moeten er nog één inkoppen. Nou, dan wordt het 5-2. Maar het was dik buitenspel, maar ja. Als mijn grensrechter vlacht en de scheids doet er niks mee, ja, dan houdt alles op. Daar heb ik geen invloed op. En daar ga ik me ook niet druk over maken, want dan wordt het misschien 5-2. Ja. Maar goed, in ieder geval vorige week tegen Flevo. Ja, 3-1, Patrick de Vries. Ja, oude trainer, hè? Ja, nee, dat klopt. Dat was de oude trainer van Strandvoort. Nou, die hebben een mooie overwinning op ons behaald. Maar dat was dus niet terecht. Want dat was eigenlijk een beetje... De verhoudingen waren gewoon gelijk in het veld. En wij hadden zelf meer kansen. Ja, je moet ze er wel inschieten. En dat doen hun wat makkelijker. Want hun hebben voorin gewoon een paar jongens die ze heel makkelijker inleggen. Nou, oké. En dat zit bij ons even tegen. We creëerden ze vorige week wel. Vandaag hebben we wat minder gecreëerd. Nou, hopen we volgende week weer... Ja, je moet gewoon je rug rechten en weer opnieuw... Ja, die ene punt, geel-zwart, 2-2. Nou ja, dat is natuurlijk wel een goed resultaat. Nou, zeker als je 2-0 achter staat, hè. Want we stonden daar 2-0 achter, dus daar waren we wel content mee. Nou, op basis van het spel vorige week hadden we meer verdiend. Maar vandaag hebben we gewoon kansloos verloren. Zo eerlijk moet je zijn.